Feyenoord tegen NEC. Dan de voorzet van Van Rooij bij de tweede paal. Helemaal vrij. Oh, wat een redding van Welleroyte. Jori Paas, die bal die had erin gemoeten. Maar laat dit wel gewoon ook het startsein zijn dat er wat te halen is vandaag. NEC begint goed in de openingsfase van de bekerfinale. 18e minuut, 0-0. De stand Feyenoord-NEC. Schot Minté. Goede redding weer van Jasper Cillessen, die toch wat vaker onder vuur genomen wordt dan zijn collega aan de overkant. Daar de bal voor Sherry, Sherry. Met de 1-0-1. De vlag gaat omhoog. We moeten even wachten op te vangen. Er kan in ieder geval een kruis door dit doelpunt. Feyenoord die het momentum heeft. Maar de NEC dat volgens nog echt goed van zich afbijt. 0-0 bij rust hier. Daar zijn ze weer, Feyenoord, de fakkels. Weer de fakkels tevoorschijn zien. Terwijl Dansje de hele dag bij weer voor ons klinkt. Uit de monden van 17.500 meegereisde Nijmegenaren. Goedemakers levert in, moet NEC terug. Schot van Quinten Timber op de vuisten van Cillessen. Dan zie je dat als NEC ook balverlies leidt, dat Feyenoord er meteen uit is. Stenk, steekpaas, Sjech Jiménez in het 16 meter gebied. Jiménez, bal breed en daar is de 1-0 voor Feyenoord. Heel veel ruimte gaf NEC daar weg. Feyenoord op een 1-0 voorsprong. NEC, het moet aan de bak. NEC moet wel opletten hoor. Van 2-0 achter in deze fase wordt het een heel lastig verhaal. Is daar Belen. Daar ingetikt bij de tweede paal. En de vlag gaat omhoog. Cillessen stak zijn hand omhoog. Dat is niet zo belangrijk. De grensrechter deed dat ook. Sendler, die dribbelt in. Dan stuurt hij Bart van Rooij weg. Dat is goed. Want Cillessen is voor. Cillessen met de 1-1. Cillessen met de kans op de gelijkmaker. Uitstekende paas. Dit was de kans voor NEC. Zenders van ver zetten. Redding Welleroyte op de vuisten. 8 minuten blessuretijd komen erbij om de gelijkmaker binnen te schieten. NEC krijgt nog een hoekschop in de laatste seconde van de wedstrijd. En zelfs Jasper Cillessen gaat mee naar voren. Deze moet goed zijn. Deze moet op maat zijn. Daar is Nuiting, wil zich vrijwerken. Charon Sherry zoekt naar Nuiting. Bal blijft hangen. Bal blijft hangen. Dan fluit Serdar Gusupiuk voor het laatst. En gaat ook bekerfinale nummer 5 aan de neus van NEC voorbij. Het mag maar niet voor NEC. Ook vandaag is het niet gelukt voor de Nijmegenaren. Hebben alles gegeven. Mogen ongelooflijk trots zijn. Maar er zal niemand iets verkopen bij NEC.